was een vrouw die klampte me aan en die gilde. Uiteraard wist ik niet wat ze allemaal zei. En OJ stond achter me en die vertaalde dat. Wat zei ze nou? Waarom heeft God mij... Ja, ze zei, waarom zijn mijn drie dochters weg en waarom heeft God mij niet genomen? Want ik wil niet leven zonder mijn kinderen. Ja. En ze wilde ook per se... Ze wilde gewoon echt niet meer leven. Daar kwam het eigenlijk op neer. Maar ja, ze hield jou zo lang vast dat iedereen brak gewoon. Ja, je voelde gewoon... Ja, die vrouw die heeft geen uitzicht meer op een leven. Nee. En zo... Gebroken, ja. Wat er vandaag al een paar keer gezegd... De enorme impact zijn niet... De doden, het aantal doden, maar de levenden. Want iedereen, er komt iemand uit zijn huis. Iedereen staat te klappen en er worden allemaal dingen geroepen. Denk ik, ja, en maar dan? Misschien heb je wel ontzettende pech. Mm-hmm. Dan kom je bij en dan hoor je dat je hele familie dood is. Ja.